Welkom bij deze Entertainment Update. Nederland is weer een realityster rijker. De chaotische kasteelvrouw Emmy, dat wordt zeker weten de tv-ster van deze zomer. Jordi, ruim 1 miljoen mensen maakten kennis met haar. Ja, ik ook. En ik moet zeggen, de Meilandjes moeten gaan oppassen. De Meilandjes die moeten gaan oppassen, dat smaakt naar meer. Je hebt er ook nog net een telefoon gehad, althans hun, beide. Ja, in de auto, heel chaotisch, alsof ik in een aflevering van Kasteelvrouwen Emmy zat. Zometeen meer. Oké, en je hebt zojuist een interview gehad met Chantal Jansen en Martijn Krabbe. Daar zijn we ook erg nieuwsgierig naar. Ja, over The Voice of Holland. Want ze gaan een programma maken vanaf vrijdag op RTL. Voor het eerst weer samen in de studio. Ja, na die hele voice-rail. Ja, dat is een dynamic duo wat dat betreft. Voor degene die maandagavond niet gekeken heeft, laten we eerst even kijken naar Kasteelvrouw Emmy. In de Franse Dordogne, ongeveer 1000 kilometer van Nederland, staat een verwaarloosd 16e-eeuws kasteel. Een kasteel is natuurlijk wel een soort meisjesdroom, hè? Ja. Rutger, de man van Emmy, kijkt met hele andere ogen naar het pand. Als je nou van deze kant het kasteel bekijkt, dan zie je toch gewoon dat het één grote ruïne is. Oh, wat een uitzicht! Ah, table! Ik kon hem eigenlijk niet tillen. Er staat er wel stroom op die stekker dan. Liever doe dat nou niet, Joost. Straks word je geëlektrocuteerd. Ik wil niet als je het niet op de grond zet, snap je? Dat vind ik niet hygiënisch. Het leven van een kasteel gaat niet over rozen. Goh. Waar doet dit ons aan denken? Ja, aan Chateau Meiland natuurlijk. Wat overigens verkocht is. Dus we konden natuurlijk wel een nieuw kasteel op de Nederlandse televisie gebruiken. Overigens, ik heb zojuist Jan Slachter, de baas van Omroep Max, waarbij dit wordt uitgezonden, aan de telefoon gehad. Gefeliciteerd. Terecht ook natuurlijk. Ja. 1,2 miljoen. Hij had dat zelf verwacht. Daar deed hij niet moeilijk over. Hij dacht, ja, dit is natuurlijk het perfecte recept, maar ook meteen de vraag van, joh, dacht je van, joh, we kunnen er nog wel een Chateau Meiland bij gebruiken. Maar daar was hij het niet mee eens. Hij zegt, nee, dit is gewoon een karakter. Deze vrouw verdient een serie. En of zij nou een kasteel heeft of een attractiepark, dat maakt niet uit. Het gaat om haar als karakter. En dat ze een karakter is, ja, dat is wel zeker. Ja, maar desalniettemin is dit gewoon het Meilandje van de NPO. Laten we daar nou niet al te moeilijk over doen. Dan is het ook gewoon gezegd. Precies. Jij hebt meteen ook even Erika Meiland gevraagd, hè? Hoe komt het daar? Ja, ze heeft de eerste aflevering ook gezien en was hartstikke enthousiast. Ziet haar ook niet als concurrentie. Ze wenst haar ook gewoon alle succes met haar serie. Ze gaan gewoon kijken. Maar ja, wat ik net zei, dat meen ik wel. Ik denk wel dat de Meilandjes moeten oppassen. Omdat, nou, we hebben het hier vaker aan deze desk ook gehad. Hè, over de overkill die aan het ontstaan is. Hè. En er komt gewoon een nieuw seizoen. En dat is alweer aangekondigd. Dat komt er. Na de zomer heeft Erika ook verteld. Maar dit is verfrissend. Dit begint weer van vooraf aan. En als ik het even op mezelf betrek. Ik vond Chateau Meiland, de Meilandjes, het allerleukste in het begin. Net Nadège. Ja, en toen dat kasteel nog echt een rommeltje was daar in Frankrijk. En daar beginnen we nu ook weer bij Emmy. We beginnen echt weer van vooraf aan. We leren iemand anders kennen. Zij is hysterisch. Martien natuurlijk ook. Maar zij is dat op een hele andere manier. En ja, wat hier zo leuk aan is aan deze serie, is dat je aan de ene kant dus Emmy hebt die een droom wil najagen. Die 3 jaar geleden dacht van, joh, ik ga mijn baan in het ziekenhuis opzeggen. Ik ga naar Frankrijk. Ik ga een kasteel openen met een chambre d'eau, noemen ze dat dan. Maar haar man Rutger, die zag dat helemaal niet zitten. Dat is een gepensioneerde tandarts. Die wilde in Nederland lekker van het leven gaan genieten. Dus die heeft een boot gekocht ergens in Loosdrecht. Die is daar lekker gaan wonen. En die heeft haar lekker naar Frankrijk gestuurd. En nu ga je, zeg maar, het is een soort van sprookje. Langzaamaan gaan ze toch weer dichter naar elkaar toe groeien. Gaat hij toch weer naar Frankrijk verhuizen. En komt het allemaal goed. Maar ik zeg goed, nou goed komt het niet helemaal. Want ik heb nog nooit zo chaotisch iemand op televisie gezien, moet ik zeggen. Als je denkt, Martien is chaotisch. Deze vrouw is nog chaotischer. Ja, en niet geheel toevallig of dat zij al, ze komen voort uit ik vertrek. Ja, dat gebeurde vorig jaar in januari. Op 1 januari waren ze erin te zien. Toen al heel veel reacties van mensen die haar ontzettend leuk vonden. Juist vanwege, ja, weet je, zij doet echt alles waarvan je thuis op de bank denkt van, doe dat nou niet, weet je wel. Ze had maar een bouwbudget van 25.000 euro. Ja. Nou, je weet bij ik vertrek al, hè, dat is altijd te laag. Want ze had bijvoorbeeld niet rekening ermee gehouden dat het dak lekte. En dat kost een ton om dat te vervangen. Ja, een kasteel, hallo. Ja, dus wat denk je nou zelf? En dat denk je continu. En dat is natuurlijk wel het ideale recept voor een goede reality-serie. Je hebt ze gesproken. Ik heb zojuist maar eens even gebeld. Ze moeten oppassen, ook bij deze de oproep Kasteelvrouwen Emmy, als
als je wil dat je niet platgebeld wordt, zou ik even je nummer van de website afhalen. Want ik kon ze nog gewoon bereiken zojuist. Okay. En ze zaten in de auto, niet in Frankrijk, in Nederland. En wat ik zeg, het was net alsof ik in een aflevering zat van dit programma. Want ze zei, oh wacht even, ik moet wel, ik bots bijna ergens tegenaan. Dus ze kon zich helemaal niet concentreren op het gesprek. Ze mocht eigenlijk ook geen interview doen, want Omroep Max is heel streng. Je moet echt een aanvraag doen, maar ik zeg, ja, ik kan toch wel vertellen of je blij bent. En dat zijn ze zeker. Ze zijn echt overrompeld door alle reacties. Ik zeg, ga je de prijs dan nu ook omhoog doen van al je kamers? Dat doet ze nog niet, maar ze zegt, volgend jaar ga ik dat wel doen. En voor degene die dan met hun op de foto willen, ja, die kunnen pas na het weekend pas weer terecht. Want dan zijn ze weer bij het Château en de Dordogne. 1,2 miljoen kijkers. Meestal in het begin scoor je het hoogst. Ja. Wat denk je? Is dit blijft? Dit is een blijvertje? Dit wordt een zomerhit. Dat denk ik wel. Ja, als ik zo kijk op social media, dan lees ik bijna geen enkele negatieve reactie. Ik denk dat we zo'n programma ook wel kunnen gebruiken in de zomer. Dus ik ga in ieder geval kijken volgende week. Al die Nederlandse pensionaris die allemaal een droomkasteel in Frankrijk. Het is je kan er een blikken van opentrekken, denk ik. Ja. Maar het moet wel een beetje karakter zijn, inderdaad. Chantal Jans en Martijn Krabbe. Dan had jij zojuist een interview mee. Ja. Dat gaat ook gedeeltelijk over het nieuwe programma, de Ballonnenshow Blow Up. Hè? Waarom begin je nou te lachen? Nou, omdat uiteindelijk heb je ze nu ook gesproken over de Voice of Holland. En daar gaan we het nu over hebben. Ja. En dat was een beetje, dat schuurde een beetje. We gaan gewoon even kijken, toch? Ja. Tot slot, dit is jullie eerste programma weer sinds The Voice samen. Was dat fijn om weer samen een ander programma te kunnen doen en even al die hectiek daarvan achter je te laten? Nee, maar dan is het net alsof je elkaar nooit ziet of zo. Nou ja. Van jeetje, ik ben blij dat ik jou weer eens tegenkom. Nee, wij zien elkaar regelmatig. Nee, maar kijk, wij hebben natuurlijk wel, om je vraag te beantwoorden, wij hebben natuurlijk tijdens The Voice, het is tweeledig, je hebt nooit iets geweten. Het fijne daarvan is dat je heel fijn altijd de Voice samen hebt gedaan. Ja. Dat is ook het nadeel dat je nergens van wist wat er dan ook speelde. Maar omdat jij zegt van is het fijn om een ander programma te doen. Wij hebben het programma altijd heel graag samen gedaan. Ja. Dat is ook het moeilijke. Het is ook het wrange daaraan. Ja. Ja. Hoe was die tijd? Ik ga er niet heel veel over vragen, maar hoe was die tijd voor jullie dat nieuws allemaal naar boven kwam? Hebben jullie juist in die tijd veel aan elkaar gehad ook? Met alle makers wel, natuurlijk. Ja. En voor mij is dat dan nog ook wel anders, omdat je dat pas twee seizoenen deed. Maar ik vind het heel fijn dat we met elkaar veel contact daarover hebben gehad. Maar dus niet alleen met z'n tweeën, maar ook gewoon met iedereen die daarvan houdt. Er zijn zoveel mensen die er juist heel veel van houden. Ja. Ja. Ik heb in de media vernomen van Anouk dat Anouk zegt, ja, er wordt ons ook niet heel veel verteld. De mensen die aan het programma... Daar ga ik niet op reageren. Je wil daar verder niet op reageren. Mag ik nog één slotvraag stellen? Nee, mijn werk is om vragen te stellen. Dat snap ik, maar ik weet er verder niks van. Nee. Hopen jullie het programma ooit weer samen te kunnen presenteren? Oh, dat weet ik niet. Ik hoop dat het programma... Met Chantal zeg ik overal ja tegen. Ja, dat zie je wel. Je weet, die persvoorlichter van RTL, die wil gewoon dat jij over die ballonnen gaat praten. Ja, dat zei ze ook, van joh, we zijn hier voor Blow Up. Maar dan zou ik zeggen, we hebben hier boven op de vierde verdieping, geloof ik, de advertentieafdeling van de Telegraaf zitten, zeg ik dan altijd. Daar kun je naartoe voor een gratis advertentie. Ik vind dat ik alles moet kunnen vragen. En ik vond het ook een relevante vraag, omdat zij gewoon voor het eerst weer samen in een studio staan. En ik vind het vooral mooi, Jordi, dat jij zo vasthoudend bent. Dat waardeer ik ook heel erg. Maar even over Martijn nog. Want Martijn was een beetje geïrriteerd. Terwijl Chantal vanaf het begin af aan, als het over de Voice gaat, zegt, joh, ik weet nergens van. Mm-hmm. Dat is mijn, zo sta ik erin, dus je mag me alles vragen. Ja, het is een patroon, hè? Want vanaf het begin af aan dat nieuws naar buiten kwam in februari, hè, de Voice-rel kunnen we hem gerust wel noemen, heeft Martijn zich altijd heel erg op de oppervlakte gehouden. Die heeft één keer een tweet eruit gedaan van, hè, wat verschrikkelijk voor al die mensen die slachtoffer zijn. Daarna was het klaar. En Chantal, die heeft eigenlijk altijd wel gereageerd. Ja. Misschien wel omdat ze vrouw is, dat ze zich wat meer betrokken voelt bij die slachtoffers. Nou, en over misschien ook gewoon oprecht verbaasd is, beledigd is, zo van dat dit ook, je was een van de gezichten. En daarmee wil ik niet zeggen dat Martijn niet betrokken is bij de slachtoffers, maar die, en dat hoorde ik hem ook na afloop nog uitleggen, ik wil het onderzoek ook verder niet in de weg zitten. Alles wat ik nu zeg, dat wordt door ons, door de media, wordt dat groter gemaakt. En dat wil hij absoluut niet. En dan heeft hij liever natuurlijk de reclame. Hij heeft liever dat we dat programma opblazen, de blow-up. Ja. Maar goed,
ik vond dit een relevante vraag over The Voice en ik heb hem nou gewoon gesteld. Ja. Je hebt ook nog even het Openbaar Ministerie gevraagd. Hoe staat er eigenlijk voor? Ja, in april hebben ze aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de aangiftes die er zijn. Dat waren er op dat moment 5. Sebas Dijkstra, die kondigde er toen meteen aan. Nou, er komt nog een 6e aangifte. Ik heb zojuist Sebas ook aan de telefoon gehad, ja. De advocaat. Die verschillende slachtoffers bijstaat. En die zegt, ja, die aangifte is inmiddels gedaan. OM zegt, het onderzoek is nog in volle gang. We kunnen daar verder niet zo heel veel over kwijt. We gaan eerst kijken of we daadwerkelijk gaan vervolgen. Dat is de eerste stap. En Sebas die had verder nog de wens aan de arbeidsinspectie of zij het wilde gaan onderzoeken hoe die bedrijfscultuur naar achter de schermen bij The Voice in elkaar zit. En hij kon vertellen dat de arbeidsinspectie daar positief op gereageerd heeft. Ja. Dat ze dus binnenkort, en dan hebben we echt over nu, binnen nu en een week, 2 weken, dat ze in een gesprek met elkaar gaan. En dan komt er dus mogelijk nog een onderzoek van de arbeidsinspectie. Jeetje. En ondertussen is het alweer juni, hè? Dus loopt het alweer maanden en maanden en maanden de hele... Ja, ik denk echt dat we na de zomer pas, daar moeten we echt rekening mee houden, dat we meer gaan horen. Desalniettemin komt er ook nog een interview met Chantal en... Martijn over blow-up, dat gaan we later deze week op de site zetten. Dus het is niet helemaal, het programma krijgt de aandacht die het verdient. Jordi Versteeg, dankjewel.